Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Nora. Nora heeft al een hele tijd last van haar darmen, darmklachten. En ze heeft gemerkt dat ze die lasten met name ervaart na het eten van graanproducten. Nu heeft ze zich daarin verdiept, specifiek darmklachten na de consumptie van graanproducten. En ze heeft gelezen dat heel veel mensen dat ervaren, darmklachten na het eten van graanproducten, wanneer dat glutenhoudende graanproducten betreffen. Want heel veel mensen ervaren darmklachten na de consumptie van glutenhoudende granen, omdat dat een best moeilijk te verteren eiwit is. Gluten, dat is een graaneiwit. En sommige granen bezitten dit graaneiwit. Dat zijn glutenhoudende graanproducten. Producten gemaakt van tarwe betreft zo'n glutenhoudend graanproduct. En ja, heel veel mensen ervaren specifiek na de consumptie van glutenhoudende graanproducten, zoals tarwe, bevattende graanproducten, darmklachten. En toen Nora dat las, na verdieping daarin, is ze een test gaan doen of haar darmklachten wellicht ook samenhangen met specifiek de consumptie, niet zozeer van graanproducten in algehele zin, maar glutenhoudende graanproducten. Dus is een test gaan doen met glutenvrije graanproducten om te gaan kijken of er dan een vermindering op zou treden van haar darmklachten. Ja, toen ze glutenvrije graanproducten ging eten, namen haar darmklachten na de consumptie van iets met granen, in dit geval glutenvrije granen, namen af. Nou, dit vond Nora zo'n bevestiging van haar vermoeden. En ja, ze wil heel graag een vermindering van klachten. Dus is ze na dit ontdekt te hebben resoluut de glutenhoudende graanproducten in haar eetpatroon gaan vervangen door glutenvrije. Dus de glutenhoudende crackers in haar eetpatroon door glutenvrije. De glutenhoudende broodsoorten in haar eetpatroon vervangen door glutenvrije. Sindsdien heeft Nora minder darmklachten ten opzichte van eerder, nadat ze iets met granen heeft gegeten. Maar is ze wel aangekomen? Kilo's zelfs. Dit had Nora kunnen begrijpen wanneer ze uit enthousiasme over de vermindering van klachten opeens veel meer crackers, veel meer brood zou zijn gaan eten en daardoor veel meer calorieën zou hebben binnengekregen. Maar dat is niet het geval. Eerder had ze een bepaald aantal stukjes brood of aantal stuks crackers per maaltijd en dat heeft ze nu nog steeds. Ze zou het ook begrijpen wanneer die aantal sneetjes brood of crackers een veel hoger caloriegehalte zouden bezitten. Nu van die glutenvrije graansoorten, graanproducten ten opzichte van eerder. Maar dat heeft ze nagegaan en dat is ook niet het geval. Nora weet dus dat haar calorieinname door deze verandering, door het kiezen voor glutenvrij in plaats van glutenhoudend, ja, niet zozeer is veranderd en toch is haar gewicht toegenomen. En de vraag van Nora is, hoe kan dat? Want dat is niet een erg leuke bijkomstigheid natuurlijk. Tuurlijk is het verminderen van darmklachten prettig, maar zomaar een aantal kilo's aankomen in gewicht, niet heel prettig. En de vraag van Nora is, hoe kan dat? Nou, Nora, je gewicht zal toenemen wanneer je calorieinname hoger is dan het verbruik in jouw lijf. Jij weet, want dit ben je nagegaan, dat jouw calorieinname sinds de verandering van glutenhoudend naar glutenvrij niet beduidend hoger is geworden. Dus wanneer je toch sinds deze verandering, specifiek sinds deze verandering, bent aangekomen en de rest van je voeding natuurlijk ook niet is veranderd, want anders kan daar de oorzaak in liggen, je calorieinname niet zozeer is veranderd en je komt toch aan, dan betekent dat dus dat er sindsdien, sinds deze verandering in jouw eetpatroon, het vervangen van glutenhoudend voor glutenvrij,
iets is veranderd in het verbruik in jouw lijf, namelijk dat die lager is geworden, verbruik in jouw lijf beperkt is geraakt ten opzichte van eerder. Nou, dan moeten we iets gaan leren over het verbruik. Het verbruik in jouw lijf, dat is de activiteit in jouw lijf. En wat houdt die activiteit in? Dat is enzymatische activiteit. Want alle processen in jouw lijf, dat is de activiteit in jouw lijf, dat zijn enzymatische processen. Dat betekent dat die processen gecatalyseerd worden, mogelijk gemaakt worden, door de enzymen in jouw lijf, in jouw weefsels. Wanneer zal het verbruik in jouw lijf dalen? Wanneer de enzymwerking in jouw lijf verslechterd is geraakt. Dus die enzymen in jouw weefsels, die processen in jouw weefsels moeten katalyseren, mogelijk maken wanneer die zijn verslechterd in hun werking. Wanneer zullen enzymen verslechteren in werking? Wanneer de optimale zuurtegraad in jouw weefsels ontbreekt opeens? Of wanneer er opeens coenzymen ontbreken in jouw weefsels? Jouw gewicht is toegenomen nadat jij glutenhoudende graanproducten hebt vervangen door glutenvrije graanproducten. Je calorieinname is niet toegenomen, dus moet het verbruik in jouw lijf zijn verlaagd. En dat doet dus vermoeden dat de enzymwerking in jouw lijf is verslechterd. En dat is dus het geval wanneer de optimale zuurtegraad in jouw weefsels verloren is gegaan, of wanneer er een coenzymtekort is in jouw weefsels, of allebei. Als we eens gaan kijken naar het verschil, behalve het verschil in graaneiwitten, tussen glutenhoudend en glutenvrij, tenminste de glutenvrije producten die jij hebt aangeschaft en gegeten de laatste tijd, welke verschillen merken we dan op? Eerder koos jij vaak voor volkoren graanproducten. Dat betreffen graanproducten die gemaakt zijn van de hele korrel van het glutenhoudende graan waar die graanproducten van gemaakt zijn. En de hele korrel wil zeggen de kern inclusief het buitenste laagje en het vliesje en de vezels en vitamines en mineralen die in dat buitenste laagje met name en niet in de kern aanwezig zijn. Vezels en vitamines en mineralen zijn behoorlijk nodig om jouw lichaam in een goede voedingstoestand te krijgen en houden. Want vitamines en mineralen betreffen essentiële stoffen. Vezels zorgen voor een geleidelijke opname van brandstoffen, glucose in jouw lijf. En vitamines en mineralen, die doen dienst als coenzymen in jouw lijf. Dat zijn dus die coenzymen die de enzymen in jouw weefsels nodig hebben om de processen in jouw lijf mogelijk te maken en een hoog verbruik in jouw lijf te kunnen behouden. Jouw glutenvrije graanproducten, als we daarna gaan kijken, waren geen volkoren graanproducten. Helaas zijn heel veel glutenvrije graanproducten geen volkoren graanproducten. Jouw glutenvrije graanproducten waren met name gemaakt van aardappelzetmeel, maiszetmeel, rijstebloem. Ja, dat is goed glutenvrij, want mais is glutenvrij en aardappels, dat zijn glutenvrije dingen en rijst is glutenvrij, dus het garandeert glutenvrij wanneer het aardappelzetmeel, maiszetmeel en rijstebloem bevat. Maar dat is niet volkoren. En dat betekent dus dat de vezels, de vitamines en mineralen, welke in volkoren granen, koolhydraatbronnen, zetmeelbronnen aanwezig zijn, dat die in jouw glutenvrije graanproducten niet zozeer aanwezig waren. En wat gebeurt er dan? Dan raakt jouw lijf nogal uitgeput van vocht en essentiële voedingsstoffen. Want die vitamines en mineralen, dat zijn essentiële voedingsstoffen. Die vitamines en mineralen, die dienen als coenzymen in jouw weefsel.
vezels en als het gehalte aan vitamines en mineralen door het overgaan van volkoren graanproducten, glutenhoudende, naar glutenvrije graanproducten die niet volkoren zijn, wanneer daardoor het vitamine- en mineraalgehalte dramatisch daalt en ook het vezelgehalte in jouw voeding? Ja, dan verslechtert de voedingstoestand in jouw lijf, verloopt de verdeling van vocht en voedingsstoffen over jouw lijf niet goed, kan er een vochttekort en kan er een vitaminetekort in jouw weefsels ontstaan, zal de enzymwerking in jouw weefsels verslechteren, want ja, die enzymen die zitten te wachten op die optimale zuurtegraad, dus een voortdurende aanvoer van vocht, en die zitten te wachten op coenzymen, dus die voortdurende aanvoer van voldoende vitamines onder andere, maar ja, dat is sterk afgenomen sinds deze verandering in jouw voeding. En dan daalt dus de activiteit, het verbruik in jouw lijf. En als door deze verandering het verbruik in jouw lijf daalt, ja, en je hebt eenzelfde calorie-inname, maar een lager verbruik, dan kun jij dus door deze verandering aan gaan komen. Dit is dus aan de orde bij jou. Dit heeft plaatsgevonden bij jou. Wat is nu van belang, Nora? Dat jij op zoek gaat naar glutenvrije granen die volkoren zijn, nog wel vezels, vitamines, mineralen bezitten, die niet allemaal toegevoegde ingrediënten zijn die jouw lijf ook niet nodig heeft en ook nog eens uitputten, zodat jouw de voedingstoestand in jouw lijf kan verbeteren, je lichaam weer beter voorzien wordt in vocht en essentiële voedingsstoffen, waaronder vitamines en mineralen die jouw enzymen in jouw weefsels nodig hebben om een hoge activiteit weer mogelijk te maken, zodat jouw gewicht weer kan gaan dalen. Dus als antwoord op jouw vraag hoe het toch kan dat ondanks eenzelfde calorie-inname puur door de verandering van glutenhoudend naar glutenvrij jouw gewicht is gestegen, nou dat komt door het soort glutenvrije graanproducten welke jij hebt gekozen. Dat zijn nogal voedingsstofarme glutenvrije graanproducten. Jij hebt gemerkt dat jouw lichaam graaneiwitten met gluten daarin niet prettig vindt, maar jouw lichaam vindt voedingsstofloze voeding net zo goed niet prettig. Daar kan jouw lichaam het niet op doen, zeg maar. En deze voeding is wel glutenvrij, maar niet voedzaam, want het mist nogal wat essentiële voedingsstoffen die in jouw eerdere graanproducten wel aanwezig waren. En dan gaat de werking van jouw lijf verslechteren, want jouw lichaam werkt enkel goed wanneer het goed voorzien wordt in voedzame stoffen, waaronder vitamines en mineralen. En ja, dan kan jij glutenvrij gaan aanbieden en daardoor brandstoffen in je lijf gaan gooien, maar als daar weinig vezels, vitamines en mineralen bij in jouw lijf gestopt worden, gaat jouw lichaam daar niet echt beter op functioneren.